De patiënten die wij op onze dienst krijgen zijn vooral de neurologische en de locomotorische patiënten. Goedemorgen. De aandoeningen zijn meestal een gevolg van een accident, een ziekte of een ingreep die ze hebben gehad. Staat de medicatie en zo klaar? Ja, alles okay. Staat klaar. Ja. Hey, goedemorgen. Goed geslapen? Ja, heel goed geslapen. Het mooie aan deze dienst is dat je vooruitgang ziet bij de patiënten. Wij hebben patiënten die in een bepaalde toestand hier toekomen, maar dan ook met een positieve noot hier kunnen eindigen. 36,4, dat is al goed. Wij focussen hier vooral op zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid houdt in dat wij de patiënten gaan stimuleren om zelfzorg in hun eigen handen te nemen. We gaan eens dadelijk naar de wonden kijken, hè? Patiënten op de dienstrevalidatie moeten op een bepaalde manier benaderd worden, waardoor dat wij ook regelmatig als verpleegkundige bijgeschoold worden. Zo staan we sterker in onze schoenen als verpleegkundige. Ik zou het even met Isobetadine, dat het wat uitdroogt. Ja. Okay. Wij bieden ook de leerwerkplaats aan. Dat is een stage waarbij dat studenten hier hun management skills kunnen aansterken onder supervisie van verpleging. De algemene sfeer op de dienst is heel aangenaam. Mijn collega's voelen aan als vrienden, waardoor dat je ook goed in je vel voelt om hier te staan.